Pieter en Alex van Autofans.be. We zijn begin november hebben we Inkart gecontacteerd om eventueel samen iets te organiseren. Music for Life is een perfect platform om verschillende partijen samen te brengen en om leuke dingen te organiseren met interessante mensen voor het goede doel. Namen trekken en die personen mogen zich dan ook even komen aanmelden, want jullie kunnen zelf uw prijs trekken. Wie kiezen natuurlijk. Een kartingcheck. Je kan binnenkort tijdens de eerste kans misschien eens een keertje komen karten. Vandaag is het Karting for Life, dus voor Music for Life. En er zijn hier verschillende BV's aanwezig die een race zullen rijden. Wij gaan karten for life, tuurlijk. Inderdaad. En we hopen dat het allemaal ongelooflijk veel centjes opbrengt. Ja. Dingen die worden georganiseerd voor Music for Life, van cakejes tot wafeltjes bakken, tot mopjes vertellen, tot verkleden for life, tot weet ik veel for life. Dan vind ik karten for life, ja, dat kan er zeker bij. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het heel tof dat ze echt zo'n initiatief nemen voor Music for Life. Ik moet zeggen, in heel Vlaanderen wordt er enorm veel gedaan. Dit zijn toch wel de originele initiatieven en leuk ook om te doen natuurlijk. Voor Music for Life. Proficiat! Op een derde plaats gefinished, proficiat Ronnie Dalman! Derde plaats, een prachtprestatie voor Koma Ilsen! Proficiat Christophe van der Pange! De organisatie van Autofans.be en van Inkart is top. Het is hier gezellig. Het is koud buiten, maar warm binnen en zo moet het zijn. Allee, het is voor het goede doel. Het is kerstdag, het sneeuwt. Mensen geven gul. Ik denk dat die Celebrity Race €600 heeft opgeleverd. Dankzij Autofans, dankzij Inkart. Mooie avond, denk ik. Oh, the weather outside is frightful.
But fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Het is 12 uur denk ik en mensen zitten nog altijd in de bar, dus ik denk dat dat wijst op een gezellige avond. En mensen die dat toch wel iets willen bijdragen aan een goed doel. Dat toch wel meer en meer door de jaren heen gehyped wordt door Studio Brussel. En dat kunnen we enkel maar aanmoedigen, ook met een relatief kleine website als ons. En dankjewel Inkart en Autofans voor deze mooie organisatie. En ja, dat je zoiets leuks doet en zoiets tofs doet voor Music for Life en voor ons natuurlijk, want voor ons is het natuurlijk plezant. Dankjewel.